Mijn naam is Gea van der Lee en ik werk als aquatisch ecoloog bij Wageningen Environmental Research. En in de komende 5 minuten zal ik de belangrijkste highlights geven van het rapport over nutriënten in beken dat ik heb geschreven samen met Piet Lonsel. En de titel van deze pitch is even een aanvraag bij dit rapport. Namelijk, is een goede kaderrichtlijn watermaatlatscore wel goed genoeg voor de ecologie? Maar voordat ik antwoord zal geven op deze vraag, wil ik jullie eerst vertellen waarom dit rapport specifiek over beken is geschreven. De meeste van jullie zullen de nutriëntenproblematiek wel kennen van dit soort nieuwsberichten over blauwalg in meren en plassen. Maar ook in de wetenschappelijke literatuur gaan veruit de meeste publicaties over de effecten van nutriënten in stilstaand water. En een belangrijk gevolg hiervan is dat deze studies in meren en plassen hebben gestuurd hoe we naar de ecologische effecten van nutriënten kijken. En de effecten van nutriënten in beken kunnen echt anders verlopen. Dit komt doordat er andere voedselbronnen van belang zijn in stilstaand en stromend water. In meren en plassen spelen vooral fytoplankton en waterplanten een belangrijke rol, doordat ze nutriënten en zonlicht omzetten in energie. En hierdoor is het systeem autotroof, ze maken dus zelf voeding. En als we dit vergelijken met een plaatje van een beek, dan zien we dat vooral voedsel van buitenaf komt. De beken zijn namelijk heterotroof. De afbraak van bladeren en takken vormt hier de belangrijkste bron van energie. En daarnaast zien we dat bentse algen domineren in plaats van fytoplankton, doordat deze algen zich kunnen hechten aan het substraat en daardoor niet worden weggespoeld. Waterplanten kunnen ook een rol spelen, maar alleen bij weinig stroming en voldoende licht. En gezien de tijd ga ik hier alleen uit van een beschaduwde beek. Nutriënten hebben dan effect op zowel de afbraak van de detritus als de groei van de bentse algen. Maar wat zijn dan die effecten precies? En hoe beïnvloedt dit de rest van het beeksysteem? Gezien de tijd kan ik hier alleen een tipje van de sluier van oplichten, maar voor de details zou ik jullie vooral willen aanbevelen het rapport even te lezen. En om te beginnen hebben we hier de belangrijkste voedselbronnen in de beek weergegeven. Aan de linkerkant de detritus met een diverse gemeenschap van schimmels en bacteriën. En aan de rechterkant de bentse algen. En als we de beek dan gaan verrijken met nutriënten, verandert de soortensamenstelling van de micro-organismen op de detritus en gaat de afbraak sneller. En ook de algen kunnen veranderen van samenstelling. Zo kunnen draadalgen bijvoorbeeld gaan domineren en neemt de algenbiomassa toe. Dit heeft vervolgens ook effect op de macrofauna en vissen in de beek, doordat bijvoorbeeld de voedselkwaliteit en kwantiteit verandert en het habitat voor deze organismen kan verdwijnen. Daarnaast kan de toename in afbraak en algengroei ook leiden tot lagere zuurstofconcentraties. En tot slot kunnen extreem hoge nutriëntenconcentraties ook direct toxisch zijn voor organismen. Al deze factoren tezamen kunnen er vervolgens voor zorgen dat de gevoelige soorten verdwijnen en de diversiteit in de beek afneemt. En dan is de vervolgvraag hierbij, bij welke nutriëntenconcentraties treden deze ecologische effecten dan op? Om deze vraag te beantwoorden hebben we meer dan 30 studies vergeleken die een ecologisch effect hebben uitgezet tegen verschillende stikstof- en fosforconcentraties. En ik zal jullie één voorbeeld van laten zien van zo'n studie, waarbij is gemeten hoe de algenbiomassa zich ontwikkelde bij de toevoeging van nutriënten, in dit geval fosfor. En als we de resultaten daarvan bekijken, zien we dat een verrijking met nutriënten hier heeft geleid tot een sterke toename in de algenbiomassa, waarna vervolgens verzadiging optreedt. En met andere woorden, vanaf de rode stippellijn vindt bijna geen verdere verandering meer plaats. Als we vervolgens alle resultaten van de publicatie samenvoegen, kunnen we concluderen dat er in de meeste gevallen al vanaf 0,03 tot 0,06 mg totaal fosfor per liter en 0,5 tot 1 mg totaal stikstof per liter al verzadiging in de ecologische effecten zal optreden. Maar hoe staan deze concentraties dan in verhouding met de kaderrichtlijn watermaatlatten? Of in andere woorden, de titel van deze presentatie: is een goede kaderrichtlijn watermaatlatscore wel goed genoeg voor de ecologie? En om hier een uitspraak over te doen, hebben we de nutriëntenconcentraties die ik net liet zien, waar we verzadiging in de ecologische effecten optraden, omgezet in maatlatscores. Als we vervolgens deze waardes vergelijken met de huidige kaderrichtlijn watermaatlatten,
zien we dat de maatlatgrenzen veel hoger liggen dan de waardes waarbij de ecologische effecten al zijn opgetreden. En op basis van deze gegevens kunnen we dus concluderen dat zelfs bij een zeer goede score voor de stikstof en fosfor, de Nederlandse ecosystemen op dit moment niet beschermd zijn tegen de negatieve effecten van de verrijking met nutriënten.